Het is vanavond een bijzonder concert in Emmeloord. Zangeres Willy Collen die treedt erop in het kerkcentrum De Hoeksteen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat ga je allemaal zingen? Oh, ik heb een breed repertoire, maar vanavond ga ik zingen liederen van mijn twee laatste cd's. Als een roos die openbloeit en Like a Blooming Rose. Is dat niet twee keer hetzelfde? Dat is bijna hetzelfde. Oh. Niet op allebei de cd's staat hetzelfde, maar de laatste is mijn Engelstalige. En mijn bedoeling is om wereldwijd met mijn liederen te getuigen van Gods onmetelijke liefde. Zeg, nu ben jij een Lelystadse, je zingt in Emmeloord en de cd's zijn opgenomen. Waar? Bij Frank Beurs in de My Sound of Music studio. In Almere? Ja, To the Moon studio, sorry. Ja, dan zijn we heel Flevoland rond. Yes, maar ik ben ook een echte Flevoland. Ik ben hier geboren. Ben je geboren hier? Nou, niet in Lelystad, in Emmeloord. In Emmeloord? Oh, ja. Nee, ik dacht misschien ben je een van die bijzondere mensen die Zijp in zijn agenda of in zijn paspoort heeft staan. Maar dat is niet het geval. Nee. Hey Willy, zijn het allemaal liederen die de Heer verkondigen? Nee, het zijn gewoon liederen die mensen kunnen bemoedigen. Die ze kunnen troosten. Ja. Okay. Ik heb bijvoorbeeld gehad, op een zondagochtend word ik wakker om 18:06. Dat is vroeg. Ja, dat is heel vroeg. Voor een zondag. Ja, maar goed, je moet wel eens naar het toilet. Ja. En toen had ik een zin in mijn hoofd. U wilt in stilte over mij waken. Ik dacht, dat is een mooie. Opgeschreven. Zou dat een liedje wezen? Ik schrijf hem op en ik kan zo verder schrijven. Ik dacht, misschien is het wel een lied. Ja. En ik probeer in mijn mobieltje, probeer ik een melodietje. En voor je het weet, is het een lied? Ik probeer in mijn mobiel. Pak je dan niet een gitaar of zo? Of een piano? Ja, maar je bent niet altijd in de buurt van je gitaar of je piano als zoiets gebeurt. Ja, maar je beschrijft net, was zondagochtend. Was je zelf thuis? Nee, toen je ik was in Zandvoort. Oh ja. Ik had vrijwillig meegewerkt aan een Eva-weekend van het tijdschrift Eva. Ja. En was met een stel vrouwen in een huisje van Center Parks. Nee, dan ga je natuurlijk niet de boel wakker tokkelen. Ik heb het fluisterend ingezongen. Ach, maar het is een lied geworden. Ja. Echt? Wat een mooi verhaal. Ja, prachtig. Kunnen we dat vanavond horen? Ja, maar dan ga ik het niet in het Nederlands zingen, maar in het Frans. Oh, je hebt het meteen ook vertaald. Ja, zeker. Het staat op de Nederlandse en de Engelstalige cd. Het heet Nooit Alleen. En het is eigenlijk gelinkt, kwam ik later achter, aan Psalm 121, vers 4 tot 8, denk ik. Wat een toeval. Nee. Maar die zing je wel vaker natuurlijk. Dat is geen toeval. Nee, daarom. Hey, en dan is het Jamais Seul. Jamais seul, oui, monsieur. Oké. Okay. Nee, ik dacht, vertaal het even. Heel goed. Ja. Hey, maar jouw concert is van jou and friends. Dat is dan weer Engels, hè? Wie zijn die vrienden dan? Nou, het wordt een prachtig gevarieerd concert. De mensen worden welkom geheten met een doedelzakspeler die er voor de deur hun welkom staat te spelen. Is dat van de Friends of the Pipes? En dat is Jaap Schut. Jaap Schut. Okay. En Jaap Schut die speelt altijd voor het hoe heet dat nou? Salvation Army, het Leger des Heils. Het Leger des Heils, ja. Ja, en daar speelt hij voor goede doelen. Hij heeft nu weer 10.000 euro bij elkaar gespeeld. Voor projecten van het Leger des Heils. Dus dat is toch geweldig. Dat is flink. Die beste man die gaat ons welkom heten. Dan doet het kinderkoor Klein maar Dapper van Urk. Heeft een mooie bijdrage. Violist Negrea Nu. Uh-huh. Hij speelt iedere avond in Soldaat van Oranje. Maar hij komt vanavond ons concert opluisteren. En dan zal Fred de Vries, ook hier uit Lelystad, zal hem begeleiden op de piano. Ja, Fred de Vries is oud-dirigent van Flevo's Mannenkoor in Dronten. Jazeker. Oh, okay. Ja, zeker. En hij begeleidt de muzikale toestand van vanavond. Ja, hij is daar ook, ja. En jouw rol, je doet zo bescheiden. Je doet toch ook wel een paar moppies? Ja, nou weet je, dat is nou het gekke. Ik had al een heel programma gemaakt en toen zegt mijn man, en wanneer ga je zelf zingen? Ja, ik wou zeggen, is iedereen alweer thuis? Begin jij nog? Nee, dat kan niet. Ja, nee, maar ik zing zelf meer dan genoeg, hoor. Dus, misschien kunnen we een stukje laten horen. Oh, ja, eens even kijken. Oh, daar komt ze. Lange golven breken op het strand. Heer, in alles is uw volmaakte hand. Die verwacht ik niet. Hoor ik net. Was dat het Zandvoortse strand waar je het net over had? Of is het weer een ander liedje wat we nu horen? Mag van mij ieder strand wezen. Oh, oké. Okay. Nee, dan is het mijn strand, want ik had het in gedachten als mijn maar strand. Maar het klinkt ook wel gezellig ook. Ja, het is heel gezellig. Ja, juist. Ja. De harmonie is er ook bij. Ja, vaak zijn godsdienstige liederen vaak ook wat zwaar, maar hier word ik wel vrolijk van. Ja. Ja, maar dat is nou juist mijn bedoeling. Ik wil heel graag voor een heel groot publiek mijn liederen kunnen zingen. En dat mensen denken van,
Oh, wat gezellig. Ja, even, wil je, ik hoor een harmonie spelen. Welke harmonie heb je naar de studio gehaald om jou te begeleiden? Nou, dat was een beetje te omslachtig. Dat hebben we op een andere manier opgelost. Ja, dat hebben we op een andere manier opgelost. Ja. Hey, begint om 8:00 vanavond in de Hoeksteen in Emmeloord. Nu is het een gratis toegang. Ja. Dat kan niet. Nou, wat is je verdienmodel? Ja, ik ben creatief, maar niet commercieel. Nee. En ik wil heel... Wat jammer. Nee, maar vertel. Maar er zijn kosten op zo'n avond die gemaakt worden. Dat kan niet anders, wat je ook doet. Dat klopt, ja. Maar dat wil ik proberen om dat gewoon allemaal te regelen. En de collecte, we hebben dus wel een collecte. Aha, ja. Maar daarvan gaat ook een groot deel naar de projecten van mijn stichting... Via Lobby Friends for Future. En wat doen die? Via Lobby Friends for Future heeft projecten in Tanzania. Mm-hmm. Daar helpen we weeskinderen. Hebben we vorig jaar 200 paar Tom's shoes naartoe gebracht. En je weet, als je een paar Tom's shoes koopt... dan krijgt een kind elders op de wereld krijgt ook gratis een paar schoenen. Ja. Dus in principe hebben we voor 400 kinderen... Hebben wat we... goed. Ja, toppie joh. Hey, maar dat doe je dus een collecte. Dus iedereen mag voor zichzelf bedenken... wat vond ik dit concert nou waard en wat wil ik geven voor het goede doel? Dat zijn allemaal gewetensvragen in de zaal dan. Ja, maar daar kan ik niet over beslissen. Nee, hè? Maar dat is wel leuk dat je dat zo doet. En weet je wat ook nog leuk is om te vermelden? Nou, vertel. Als er nog tijd is. Ja, ja hoor. De filmclub Flevolacus, die gaat het hele concert registreren. Registreren. Opnemen dus. Opnemen. Ja. En die maakt daar een prachtige DVD van. En die kan je weer verkopen. Die kunnen de mensen aanschaffen. En ook daarvan gaat €2,50 naar de projecten. Okay. En de rest van het geld dan? Naar de club. Natuurlijk. En de DVD natuurlijk, die moet ook gemaakt worden. Ja. Willy Kollen, veel succes vanavond om 8:00 in de Hoeksteen in Emmeloord met je concert. Omdat je al, het is ook een beetje jubileum, je zit alweer 50 jaar in het vak. Ja, dat is niet te geloven, hè. Maar we dat gaan hoor je er niet iets ook, moois hè? Van maken. Ja, oké. Okay.